Maatschappij 2, hoofdstuk 11. Links en rechts, progressief en conservatief. Progressief. Progressief wil zeggen vooruitstrevend. Dit zijn mensen die graag verandering willen. Of het idee hebben dat als iets al goed is, het toch nog beter kan. Even een voorbeeld. Stel je neemt het Nederlandse onderwijs. Je kunt zeggen van, nou, dat Nederlands onderwijs is toch prima. Maar iemand die progressief is, zegt van, oké, het is prima, maar het kan vast altijd nog beter. Een conservatief. Conservatief wil juist zeggen behoudend. Je moet dingen niet veranderen. Laten zoals het is. En als je dan al iets moet veranderen, moet je dat heel voorzichtig doen. En in kleine stapjes. Dus niet heel snel willen doen. Rustig aan. Dan politiek links. Politiek links. Kijk vooral naar gelijkwaardigheid. De ideeën komen sterk overeen met sociaaldemocratie. Je ziet dan ook dat sociaaldemocratische partijen eigenlijk vooral links zijn. Hun ideeën zijn eerlijke verdeling van inkomen, kennis en macht, bescherming van de zwakkeren. Nou, de overheid heeft daarbij een hele grote rol. En die rol is vooral op sociaal-economisch terrein. De partijen die hierbij horen zijn de PvdA, de SP, GroenLinks. En ook de Partij voor de Dieren wordt als links gezien. Tussen links en rechts zit natuurlijk ook altijd een midden. In de politiek is dat niet anders. Middenpartijen gaan uit van harmonie, dus samen dingen doen. Gespreide verantwoordelijkheid, zorgzame samenleving. Idee die je ook bij christendemocratie hebt gezien. De overheid heeft een aanvullende rol. Partijen die hierbij horen zijn het CDA, D66 en de ChristenUnie. Van D66 moet gezegd worden dat ze in het midden staan omdat ze en wat sociaal-democratische ideeën hebben en wat liberale ideeën. D66 is dus geen christelijke partij. Politiek rechts. Politiek rechts kijkt vooral naar vrijheid. Hetzelfde idee dus als het liberalisme. En je ziet dan ook dat de overheid terughoudend is, dus weinig doet. Het gaat hier vooral om vrijheid immers. De partijen die hierbij rekenen bij politiek rechts zijn de Partij voor de Vrijheid, de SGP en de VVD. De SGP is trouwens een christendemocratische partij en geen liberale partij. Toch zit ze met veel ideeën rechts. De partijen van links en rechts. Oftewel, het is tijd om stempeltjes te zetten. Eerst de partijen van links naar rechts. De SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, D66, ChristenUnie, CDA, VVD, SGP en de Partij voor de Vrijheid. Dit is een mogelijke indeling van de politieke partijen van links naar rechts. Over de precieze plek bestaat natuurlijk discussie. Voor het examen houden wij deze indeling aan. Als je dan kijkt, ook weer van, nou, wat was ook alweer, links en rechts? Zullen we er ook even bij zetten. De SP is natuurlijk links, want die staan ook het meest links. GroenLinks, natuurlijk ook links. Partij voor de Dieren, de PvdA. Dan komen we in het midden, met de drie middenpartijen. Wel D66, de ChristenUnie en de CDA. En vervolgens hebben we nog de drie rechtse partijen, VVD, de SGP en de Partij voor de Vrijheid. We hebben het ook gehad over progressief en conservatief. De SP is progressief. Net zoals GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en D66. De ChristenUnie bestempelen dan weer meer als conservatief, net zoals het CDA, de VVD, de SGP en de Partij voor de Vrijheid. Dan de stromingen. De SP is sociaal-democratisch, net zoals GroenLinks. De Partij voor de Dieren, als we die bij een stroming moeten plaatsen, dan noemen we die toch vaak sociaal-democratisch. En de PvdA is sociaal-democratisch. D66, ik zei het al eerder, staat in het midden omdat ze ideeën hebben van de sociaal-democratie en van het liberalisme. D66 zou je dan ook kunnen omschrijven als sociaal-liberaal.
De ChristenUnie is uiteraard christendemocratisch, net zoals het CDA. De VVD is liberaal. De SGP is christendemocratisch. En de Partij voor de Vrijheid is een liberale partij. Dus kijken naar hoeveel invloed deze partijen hebben in de huidige Tweede Kamer. Dan kijken we even naar het aantal zetels. De SP heeft er 15, GroenLinks heeft er 10, de Partij voor de Dieren 2, de PvdA 30, D66 10, de ChristenUnie 5, CDA 21, VVD 31, de SGP 2 en tenslotte de Partij voor de Vrijheid met 24. Je moet je goed bedenken dat dit stempels zijn. In de werkelijkheid kunnen ideeën natuurlijk heel erg overlopen in elkaar. Zo kan de Partij voor de Vrijheid op bepaalde punten best wel precies hetzelfde denken als de SP.